bij de familie Pijnenburg in Sprundel. Wij zijn Henry en Franka. Wij hebben samen 4 zonen en een melkveebedrijf met 125 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Daarnaast bewerken we 53 hectare grond. Wij zijn heel trots op deze melkveestapel. We hebben 2 generaties in onze veestapel zitten. De Gijsjes zijn al vanuit 1943 in ons bezit, vanuit mijn opa al. En de Rietjes vanuit 1966. Het zijn altijd 2 moederlijnen die altijd goed produceren, altijd de kilo's vet, kilo's eiwit meenemen. Ja, goed aan de boer denken en goed aan zichzelf denken. Onze belangrijkste kengetallen binnen deze melkveestapel is eigenlijk productie. Productie niet alleen liters, maar ook echt kilogrammen vet en eiwit. Economisch kengetal. Er zit een klein stukje zit hier ook in van superheffing. Maar dit jaar zijn we weer een klein beetje gas gegeven. En zitten we bijna aan de 11.000 liter met een 4,25 vet en een 3,55 eiwit. Inmiddels is ook de veestapel opnieuw ingeschreven en we zijn van 81,5 naar 81,8 gestegen. NVI is echt iets we hebben meenemen in de stierenkaart. We proberen ze wel hoger te laten komen in NVI. Dus er worden ook volop genomic stieren gebruikt. Zoals het nieuwste uitdraaien is, zal het jongvee en de dracht zal zelfs gaan stijgen met de stieren Snow Fever, Atlantic. Wij hebben de beste melkveestapel van Nederland. Omdat hij ons veel arbeidsplezier geeft, hoog productief is en duurzaam.